Kluivert, ja! Kluivert 1-0. Een geweldig Ajax. 4-0, mijn dames en heren. Wat een sfeer in de Johan Cruijff Arena. Ajax vernedert Olympique Lyon. Een wedstrijd zoals je hem zelden ziet. Je moet luisteren. Ja, ja, gewoon doen. Ajaxide, fijn dat jullie willen luisteren op deze toch speciale dag, 14 juni. De dag ook dat Piet Keijzer is geboren, midden in de oorlog, 1943. En het is allemaal maar toevallig, maar goed, het is ook mooi dat we vandaag een hele speciale podcast hebben. Een zeer speciale podcast over nimmer wedergekeerde Ajaxide. Op 1 mei werd er op Sportpark de Toekomst een plaquet onthuld. En dat was ter nagedachtenis aan Ajaxide, die eigenlijk niet meer terug zijn gekomen uit de oorlog op hele verschillende manieren, vanuit hele verschillende landen zelfs ook. Op dat plakket stond ook een hele mooie tekst. En die ga ik nu even voordragen om deze podcast een goede start te geven. Nimmer weergekeerd uit de gruwel van weleer. Hebben zij nu een naam voor eeuwig in herinnering, vergeten, mag niet meer. Nou, er staan 17 namen op die plakket. En die gaat een van onze gasten aan het einde ook van deze speciale uitzending voorlezen. Maar dan zijn we al een heel stuk verder in ons hoofd. Want dan weten we al veel meer van het onderzoek wat de heren hebben gedaan. Ik noem het toch even gedicht, was van de huisdichter Cornelis. Moeten we ook misschien even noemen. En die is helaas ook in maart van dit jaar overleden. Maar goed, dit heeft hij toch nog maar even heel goed en mooi bijgedragen. Mensen van de vereniging Ajax kennen hem ook. En ik heb dus twee speciale gasten. En daar ben ik zeer mee vereerd. Max Vlam, welkom Max. Dankjewel. Heel goed. En Evert Vermeer, ook welkom. Dag Harold, dank je. Van harte welkom. Evert Vermeer, kunnen jullie ook kennen van heel veel schrijverij, maar ook wel echt goede statistieken over Ajax. En ook boeken over Ajax, Evert, toch? Ja. Zeker. Ik heb er een paar gemaakt. Ja, je hebt er al een paar gemaakt. Ja, zegt hij heel bescheiden. Dan zie je dat Max, hij is heel bescheiden. Alweer, maar het is wel fijn om op terug te kijken. Ja, ja, klopt. Nou, en Max Vlam, ook als vrijwilliger bij Erfgoed, is eigenlijk wel gekend in het Amsterdamse voetbal, zeg ik maar even, toch? Dat mag je wel zeggen, ja. Ja, bekende naam ook. En ook al heel erg lang betrokken ook bij het erfgoed van de Ajax, toch? Ja. Sowieso. Klopt dat een beetje? Ja. Nou, zitten we daar in ieder geval een beetje goed, hè? Daar zitten we er een beetje in. Jullie hebben samen eigenlijk, want het is nu al een tijdje terug begonnen. Zijn jullie gestart met het onderzoek naar hoe het nou eigenlijk is vergaan met de leden die zeg maar rond de Tweede Wereldoorlog, en het begint natuurlijk voor de Tweede Wereldoorlog, lid zijn geworden van de club en die uit het oog zijn verloren. Hè? Dat zeg ik dan denk ik wel goed. Ja. Hoe is dat nou? Misschien Max, om bij jou te beginnen. Hoe is dat nou om zo'n onderzoek te moeten gaan doen? Waar begin je überhaupt? Nou ja, kijk, ik zal eerst de luisteraars meenemen naar waarom we daartoe gekomen zijn. Ja. En bij Ajax hebben we op een gegeven moment binnen het erfgoed Oral History. Oral History waarin we binnen de dwarsdoorsnede binnen alle geledingen van de club interviews doen. Ja. En daarin kwam op een gegeven moment de rode draad van de Tweede Wereldoorlog terug. Ja. En toen, aan de hand van verhalen van exact. Ajaxide die dus geïnterviewd werden, want dat is Oral History exact, natuurlijk. Dat is hem, ja. Ja. En we vonden dat we daar op een gegeven moment iets mee moesten doen. Ja. En toen zijn we bij elkaar gaan zitten. En toen zijn we op het prachtige idee gekomen om de docu heet Een Prachtige Daad. Om het verhaal te onderzoeken van de 86 spelertjes van Amsterdamse clubs, DWS, Blauw-Wit, Volendijkers en Ajax. Die onder andere in de organisatie, daar zat Abba Lenstra, naar Heerenveen ging in de hongerwinter. Ja, met een boot. Hè? Dat is een vrij speciaal verhaal. Ja, de Rijnak. En is ook mooi in beeld gebracht in die documentaire. Ja. Toch Evert ook. Maar goed, dat zie je dan. Hè? Dat is dan geconstateerd. Maar dan moet je nog de stap maken van, de oorlog is er natuurlijk heel veel gebeurd. Na dit onderzoek wat jullie uiteindelijk hebben gedaan. Hoe gaat zoiets dan?
Ja, het probleem wat wij tegenkwamen is dat we heel weinig documentatie hebben uit die tijd. Er zijn geen ledenlijsten meer. Nee. Er zijn geen contributielijsten, er is geen correspondentie. Waarom dat er allemaal niet is, dat kan ermee te maken hebben dat ze de Duitsers niet wijzer wilden maken dan het was. Of dat iemand die, ja, denk er maar van wat je wil, we weten het gewoon niet. Nee. Feit was dat we het niet hadden, dus we hebben een soort ledenlijst bij elkaar moeten harken uit alle bronnen die we nog konden vinden. En er is bij het 100 jaar bestaan van Ajax in 2000 is er een dik boek verschenen. En die samenstellers hebben hun best gedaan om een lijst te maken van iedereen die ooit lid van Ajax geweest was. Ja. Die was niet compleet, dat wisten ze en dat wisten wij. Ja. Maar we konden er toch wel wat mee. Dus we hebben die hele lijst, dat zijn ik weet niet hoeveel duizend mensen, die hebben we helemaal gekopieerd, in tweeën gesplitst en iedereen weggestreept die voor de oorlog al overleden was of die na de oorlog nog lid was. Maar dat is al een klus. Dat is al een hele klus. Dat is een behoorlijke klus geweest, ja. Maar dan wordt die lijst wat overzichtelijker. Hadden we een lijst nog van een paar honderd man. Ja. Maar we wisten lang niet van iedereen wie het was. Nee. Kijk, als iemand H. Smit heet, dan weet je eigenlijk nog niks. Nee, exact. En dan weet je ook niet, als je een H. Smit in de oorlog tegenkomt, in andere omstandigheden, of dat dezelfde is. En hoe ga je daar dan mee verder, Max? Nou, die lijst, dat is een lijst, dat Evert zegt. Ja. En dat was een moeilijke lijst, want wat Evert zegt is, dus er staan achternamen en initialen. Dus we hebben her en der ook nog andere lijsten die niet volledig zijn erbij gepakt. Ik zal niet alles gaan uitleggen, maar hier zijn wij als Monnikenwerk al maanden mee bezig geweest, überhaupt, om die lijst te comprimeren. En uiteindelijk kwamen we op 6200 namen uit. Zo. Dat is wat Evert zegt, die zijn we gaan deleten van mensen die overleden waren of leefden na de oorlog. En toen, zijn we die lijsten gaan ontdubbelen. Ja. En die zijn we gaan selecteren op leden die tussen 1900 en 1945 lid waren. Mooi vond ik ook. Mooi vond ik. Ik ga nu even een stapje iets vooruit nemen. We hebben er weer eentje thuis gebracht, las ik. Ook het clubnieuws zijn jullie ook geïnterviewd van een vereniging. Maar vertel, wat is dat? We hebben er weer eentje thuis gebracht. Ja, kijk. Het is zo dat wij... wij wisten dus niet waar we aan begonnen. Nee. En op een gegeven moment hebben we van de bestuursraad een go gekregen. En we hadden echt geen idee. Geen idee waar dat naartoe zou gaan. En we hadden wel in ieder geval een rolverdeling afgesproken. Dat ik de namen zou opschrijven in een schriftje. Ik had ook letterlijk een schriftje. Ja, een heleboel pennen waarschijnlijk. Ja. Anders weet je dat niet. Dat klopt. Ja. En, we hebben daar helemaal voor. En daar schreven we die namen op. Maar dat werd allengs meer. En dat we hebben er weer een thuis gebracht. Dat heeft een ontzettend dubbel iets. Want als we er een vonden, dan belden of sms'ten we elkaar. Ja, tuurlijk. En moesten we dan blij zijn of we iemand hadden gevonden of niet. Ja. Nou, uiteindelijk werd het het werd letterlijk groot dat we er zelf van schrokken. Evert, jij bevestigt dat net inderdaad. Ja, we hebben af en toe, dat mogen we graag vertellen als iemand, dat we af en toe, je gaat door diep in de nacht door met dat soort dingen. Hè. Dat heb je met, ben je dingen op het spoor en dan wil je toch niet tot de volgende morgen wachten. Ja. En dan bellen we elkaar wel eens op midden in de nacht van, ik heb er een gevonden. En aan één kant heb je dan het gevoel van, yes. Ja, we hebben maar tegelijkertijd denk je, het is wel een mens die op een vervelende manier naar zijn eind gekomen is. En dus je hebt er een beetje tweeslachtig gevoel bij. Ja. Maar kunnen jullie elkaar dan ook een beetje helpen om het in een goed perspectief te krijgen? Kijk, het is natuurlijk een naar verhaal, maar je hebt het wel boven water. Je hebt hem toch weer thuisgebracht. Dat is het. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Dat is wat hij het zegt. Ja. Dat thuisbrengen, dat begint met... Want kijk, een naam zien, en dat is het complexe van het onderzoek, is nog niet zeker weten dat het diegene is. Nee. Dus het is eigenlijk onderzoeken, dan een naam zien, dan eigenlijk onderzoeken of diegene het is. Ja. En als diegene het is, komt daar dat verschrikkelijke verhaal achter. Ja. En dan heb je hem wel thuisgebracht. En dus de herinnering of degene die vergeten is, weer naar boven gehaald. Ja, dat is natuurlijk echt prachtig eigenlijk. Dat is in het hele moeilijke en zwarte wat er ook aan zit. Oh, dat snap ik. Even terug ook met jullie naar 1949. Want er was op een goed moment wel een bijeenkomst. Ja. En er is bij de van de KV. En daar was ook zelfs de voorzitter van Ajax toen de tijd ook bij.
Ja, ja, en ook met Olaas. De KNVB heeft dus na de oorlog een project opgezet en aan iedereen gevraagd, alle clubs, van stuur de namen in van iedereen die omgekomen is in de oorlog. Ja. Dat hebben alle clubs gedaan op, naar verluid, Twena, NEC en Ajax. Ja. Toevallig in hetzelfde jaar opgericht, maar dat puur toeval. Mm-hmm. En er is toen een monument onthuld in het Concertgebouw, geloof ik. Concertgebouw. In het Concertgebouw. Ja, dat klopt. En toen heeft Colas, voorzitter van Ajax, die heeft daar een speech gehouden. En er stond Wim Andriessen junior, zoon van de International. Die stond in, die was nog, dat was gewoon jongen toen, die stond in zijn Ajax shirt daarnaast. Ja. Als, en het is heel vreemd dat Ajax zelf niet op die, op dat monument stond. Dat is gek inderdaad. En Max, volgens mij is er voor Andriessen junior ook nog een heel mooi verhaal te vertellen. Ja. Laten we dat ook meteen maar doen. Ja. Want dat was een jongetje van 11. Ja. Natuurlijk aan het einde van de oorlog. Ja. Het was nog niet over. En toen, wat gebeurde er? Ja, toen? Want dat vind ik een heel bijzonder verhaal. Ja, precies. Dat klopt. Die Wim Andriessen, die, dat wil ik nog wel even zeggen, dat dat natuurlijk heel vreemd is. Dat er een monument wordt onthuld, waar dus de namen van Ajax niet bij staan, waar de voorzitter wel bij is. Wat even net zegt, een speech en een krans gelegd. Heel typisch. En Wim Andriessen. NEC had een plausibel reden. Ja. Dat het archief gebombardeerd was. Ja. En Wim Andriessen junior is, dat is, ja, is een heel verhaal. Want dan kom je ook nog direct terug op oorlogsslachtoffer en slachtoffer van de oorlog. Hij was op de Dam. Ja. En dat is een heel verhaal. Maar hij is daar, op 7 mei begonnen de Duitsers vanaf de grote club te schieten. Ja. Er was wat onrust ook al in de stad sowieso. Ja. Duitsers werden ook wat onrustiger, want er zouden al troepen richting het westen komen, zeg maar. Vanuit, die werden ook gewoon bang. En toen was er een groot feest op de Dam. Het hele volk was daar feest aan het vieren. En toen zijn er een aantal Duitsers in paniek op die mensen gaan schieten. Ja. Er zijn verschillende doden gevallen. En Wim Andriessen junior is dus in zijn rug geraakt, als ik het goed heb. Ja. Gewond, dat is allemaal wel weer goed gekomen. Hij heeft later het eerste van Ajax nog gehaald, dus dat is echt genoeg. Maar hij is wel gewond geraakt daarbij. Ja. En dan zie je toch hoe vreemd dat allemaal kan lopen. Ja. Nou, het mooie hiervan vind ik toch wel sowieso dat hij dit natuurlijk heeft overleefd. Andriessen is ook, pa Andriessen is ook een gekende naam vanuit het eerste elftal van Ajax. Het is echt een Ajax-familie, hè? Het is echt, absoluut, echt een Ajax-familie. Ja. En wat jullie natuurlijk met die verhalen hebben gedaan, daar gaan we zo ook over verder, is al die mensen een gezicht geven. Ook mensen die dus eigenlijk niet echt heel erg bekend waren of niet gekend werden eigenlijk tot nu toe, hè? Dus dat vind ik echt heel sterk. Bij Andriessen is het dan wel nagenoeg bekend wat voor familie dat is geweest, omdat het een echte Ajax-familie was. Dus hebben jullie goed gedaan. Ja, typisch dus inderdaad dat er dan zo'n bijeenkomst is in het Concertgebouw, waarvan dan de voorzitter een speech houdt, maar die levert dan even niet de ledenlijst in, blijkbaar. Ja? Dat is wel een beetje Ajax ook. Ja, het is misschien ook wel een beetje. Die hebben wij dus ook niet als kapstok. Nee. Hè? Dus bij Ajax ontbreekt, wat Evert zei, heel veel. Onder andere ledenlijsten 1924 tot 62. Ja. Jaarverslagen van voor 40. Ja. Onder andere, er zijn geen contributielijsten. We zijn totaal niet volledig, ook wat de donateurs betreft, omdat er geen lijsten van zijn ook. Nee, en we hebben er along the road één gevonden. Dus daar dat ook de leden. Dus als onderdeel van die 17 namen zit, is ook één donateur. Hè? Ja. Oké, jullie kwamen op een goed moment, en misschien kan jij dat ook uitleggen, Max, tot een representatieve lijst. Dat was in jullie optiek in ieder geval een lijst waar je mee verder kon. Nou ja, kun je dat uitleggen? Ja, dat is die lijst die dus van 6200 uiteindelijk teruggebracht is naar 2200. Ja. En toen hebben we gezegd van, Wat gaan we daarmee doen? Toen hebben we hem in tweeën geknipt. Ja. En toen heb ik de ene helft gedaan en Evert de andere helft. Ja. Gewoon alfabetisch of zo? Of A tot K en ik L tot Z. Ja. 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 Dus en elkaar gedurende de rit op de hoogte gehouden. Maar wat je net ook al eerder zei, is dat wij elkaar, en we hebben heel goed samengewerkt. We waren echt 400 op één buik, maar ook aanvullend. Als ik iets vond aan een naam, of Evert of andersom, en dan ging de ander nog een andere bron bekijken. Ja. Waardoor wij bijvoorbeeld ook voetballers hebben gevonden die niet in Clubnieuws stonden.
dankzij bepaalde bronnen. Hebben we elkaar zodanig aangevuld dat we dat wij het verhaal rond konden krijgen. Ja. Even het vertellen eens, op wat voor plekken kom je dan en met wat voor mensen kom je in aanraking? Hoe gaat zoiets dan? Want je moet natuurlijk. Nou, je komt nauwelijks met mensen in aanraking, want je zit gewoon in lijsten te vroeten. Ja, oké. Okay. Dus ook niet met archivaris of zo? Of? Nee, niet echt. Dat is wel enorm monnikenwerk, maar toevallig hou ik wel van monnikenwerk op z'n tijd. Ja, dat kan wel. Want dat zie ik jullie ook wel doen. Het kan heel leuk zijn ook. Ja, het kan heel leuk zijn om. Het klinkt heel saai voor een buitenstaander als je niet interesseert om hele lijsten door te werken. Is net als je bent toch een soort boekhouder. Maar ja, je bent ook wel weer rechercheur. Boekhouder kan ook plezier in zijn werk hebben en ineens iets vinden. Ja, het is een beetje recherchewerk in feite. Ja. En wij zaten dus met het probleem dat die lijst die we dan iets van 2000 teruggebracht hadden. Nou, sommigen waren we redelijk snel mee klaar, want dan weet je van dat ze na de oorlog er ook nog waren. Dus die kon je zo weer wegstrepen. Maar de kunst was natuurlijk om bij die namen gegevens te vinden over die mensen. Anders weet je niet of je de goede hebt. Ja, exact. Ja. Dat zeg ik niet. Smit, ga er maar aan staan. Ja. Van de Bergbakker, noem ze maar op, dat soort namen. En toen kreeg ik opeens het lumineuze idee om in de sportkliniek te gaan kijken. Dat is het officiële orgaan van de KNVB. En als je overschrijving wilde naar een andere club, dan moest je die aanvraag bij de KNVB en dan werd je op een lijst gezet. Dat was elke week was dat een lijst van honderden mensen, want dat is door heel Nederland alle clubs natuurlijk. Dan moest je aanvragen en dan stond er later bij of je die overschrijving gekregen had. Ja. Dat laatste was niet zo belangrijk. Maar je kon zien dat iemand dus lid was van Ajax. Als hij van Ajax of naar Ajax ging. Ja. Dus dat is houvast. Dat is houvast. En wat heel fijn was, was dat het adres erbij stond. Ja. En dan heb je hem, want dan kun je in het archief van het Stadsarchief. Ja. De burgerlijke stand zegt volgens register. Ja. Kun je dan kijken of je de goede hebt. Juist, en dan wie kom het je is en van welke geboortedatum. Dan kun je meerdere gegevens vinden. En zo vormt zich uiteindelijk natuurlijk een lijst. Belangrijk is dat deze mensen dus door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen. Ja, dat is een beetje een. Kijk, wat Evert verwoord is eigenlijk dat je niet alleen sec onderzoek doet, maar je moet ook heel goed. In de gaten houden. Je moet heel goed dwarsverbanden kunnen leggen. Mm-hmm. En het is op zoveel plekken. Kun je even één voorbeeld noemen, of jullie beiden misschien, dat jullie elkaar aanvullen, waarbij je soort stapsgewijs door zo'n heel bijna schema van dingen gaat. Ik denk dat Nieuwkamp wel een goed verhaal is wat dat betreft. Want leg even uit wie er uiteindelijk is. Ja. Gerrit Nieuwkamp, die was speelde in het eerste van AFC. Ja. En die had overschrijving naar Ajax aangevraagd in 1940, had hij gekregen, dus hij speelde bij Ajax. Ja. Hij speelde de allereerste wedstrijd van de competitie tegen Emma. Speelde hij in de spits, hij scoorde 2 keer en dat is zijn enige wedstrijd gebleven. Verhalen dat hij dus de grote spits zou gaan worden, dat is allemaal heel betrekkelijk, want de volgende 2 wedstrijden stond hij daarnaast. Ja. Maar de derde week is hij opgepakt door de Duitsers omdat hij betrokken zou zijn bij een zwendel in distributiebonnen. Aha, aan de Warreweg in Amsterdam-Noord. Ja. En daar zijn in totaal 11 man gearresteerd bij dat zaakje. En die konden we terugvinden in de politierapporten. Die staan gewoon op internet. Maar dan ben je dus niet zomaar bij dat politierapport. Dan ben je al via heel wat omwegen. Nee, want dan weet je al wie je zoekt. Ja, en maar je wist niet precies wat er nou aan de hand was. Dat hij in het verzet gesneuveld was. Maar hoe? Ja. Dat weet je dan niet. Nee. Op zich is dat al voldoende om hem op de plaketten te zetten. Maar je wilt toch kijken of je dat verhaal boven water en kan krijgen. En in de politierapporten stond eigenlijk van dag tot dag dat ze opgepakt waren. Wie er allemaal opgepakt waren met de geboortedata erbij. Dus die hebben we ook allemaal nog na kunnen trekken. Ja. Wat daarvan geworden is, doet niet echt ter zake. Maar het is mooi voor het verhaal. En hoe verder lotgevallen van Nieuwkamp waren, die is naar van Nieuwkamp was, die is naar de gevangenis gestuurd op de bij het Leidseplein, het Wetingschans. Ja. En is toen daar Vught gestuurd. Ja. Eerst kwam bij Amersfoort. Eerst Amersfoort, via Amersfoort naar Vught. En daar is hij. Ja. Heeft hij waarschijnlijk nog geholpen met het opbouwen van barakken. En daar is hij binnen 2 weken is ziek geworden en overleden. Ja, maar het is dus goed. Kijk, Max, even vertelt dit zo. Maar er is natuurlijk een hele weg die wordt afgelegd. Dat je dit verhaal rond hebt, zoals je het nu vertelt. Ja. Ja. Nou, kijk, ik even aanvullend over Gerrit Nieuwkamp. Evert zegt, Emma, hij speelde tegen het Gooi.
Daar scoorde hij twee keer. En tot nu toe is hij... Wat gooi was het. Ja, genoeg, je hebt gelijk. Ja. De speler nou, met... De gek genoeg, bij deze recht gezet. Heel goed. Ja. Tomato, tomato. Gek genoeg is hij daardoor tot nu toe de speler met het meest gemiddelde... Hoogste gemiddelde, hè? Ja. 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 Van goals, dat is echt ongekend. Maar ja, dat is natuurlijk door de bizarre omstandigheden. Ja. Maar wat Evert aangeeft, kijk, dat voortraject is wij zijn soms maanden bezig geweest met het uitzoeken. We hebben soms nabestaanden hebben we gecontact of diegene wel die speler of dat lid was. Ja. Want wat wij hebben gedaan is dat wij hadden afgesproken om pas ermee naar buiten te komen van het vinden van een oorlogsslachtoffer als er 100% bewijs is. Ja. En nou, je begint dan met die naam. En dan soms staat er een adres bij. En dan ga je naar andere bronnen. Ja. En soms kan je dat ook niet vinden. Want bij bepaalde bronnen zijn... als het een speler was die voor 1923 lid was en langer lid was, zijn er geen woonkaartgegevens, ik noem maar wat. Ja. Ja, dan moet je dat adres, dan het geboortedatum. En op een gegeven moment moest je ook nog weten, en dat is heel belangrijk, want we hadden als eikpunt, eikdatum, dat iemand als oorlogsslachtoffer gekenmerkt zou worden van Ajax, dat hij op 10 mei 1940 lid was. Ja, en dat moet je ook nog bewijzen. Ja, ja, dat... Want er stond niet alles in het clubnieuws. Nee. We hebben namen gevonden in de sportkroniek van overschrijvingen die niet in het clubnieuws vermeld zijn. Ja, dat is ook typisch natuurlijk. Dus... Ja. Maar goed, weet je wat ik wel heel mooi vind ook, dat is dan in het clubnieuws ook te zien. Als je eenmaal wat meer weet, dan kun je ook gerichter gaan kijken in het clubnieuws. En volgens mij hebben jullie ze ook gewoon echt bijna een gezicht kunnen geven soms, ja, omdat er foto's terug gevonden zijn. Hè? Ja. Opstelling, of ik bedoel even teamfoto's bijvoorbeeld. Ja. Toch? Moet je een beetje gelukje hebben dat er toevallig een foto van gemaakt is. Want het is Ajax 3 soms, hè? Dat moet ik ook misschien ook even bij, uitleggen. Er zijn er ook bij waar we geen foto van hebben. Nee, dat klopt. En we hebben zelfs ook foto's gevonden, bijvoorbeeld van Joop de Haan. Ja. Waar die in het verslag genoemd staat, waar een teamfoto bij staat. Ja. Maar waarvan we niet weten wie hij is in dat team. Nee, want dat is niet van links naar rechts en voorste rij, achterste rij. Nee, het staat er niet altijd bij. Nee, het staat er niet altijd bij. Exact, exact. Ja, dus dat blijft nog een beetje een we zoeken nog foto's en we willen nog weten. Ja. Onder andere ook Eddie Luza hebben ook een foto. En... Je gaat nu al, dat vind ik mooi, op die namen in. Want wat zijn jullie, ik ga jullie even ombeurten vragen. Maar wat is voor jou de meest impactvolle naam en gezicht? Nou, wat je uit die 17... namen die jou bijstaat. Ja, dat vraag ik jou straks ook. Wie mij het meest zei was natuurlijk Nieuwkamp, omdat ik natuurlijk met die boeken die ik al gemaakt heb, was ik zijn naam al verschillende keren tegengekomen. Ja, ja. En ik had al eens ergens gelezen dat hij overleden was in 43. Ja. Maar dat verder niet uitgezocht toen. Ik kan niet anders tegelijk natuurlijk. Nee, nee. Maar dat, was het al dat tegengekomen, vond ik wel natuurlijk een revelatie dat hele verhaal. Ja. Dat, die hele facet. En dat je het ook helemaal terug kon vinden wat al die feiten waren. En waarom hij opgepakt is. Ja, en wat hij gedaan had. Ja, dat zijn natuurlijk al toch die, goed om te weten, al die kleine mannetjes eigenlijk die toch facet gepleegd hebben. Juist, En hij heeft daar dan de grootste prijs voor, de hoogste prijs om moeten betalen. Ja. Er zijn er heel veel die meer geluk hadden. Maar dus dat sprak me wel aan. Ja. Maar ja, je krijgt allemaal al die namen op een gegeven moment gaan ze leven. Hè? Ja, dat is ook het respect wat we natuurlijk moeten tonen voor dit soort mannen. Ja, even toch, Max, ik zie dat Spits heeft ook een AFC. Hij is gefotografeerd in een AFC-shirt. Vind je ook wel leuk, hè, waarschijnlijk, toch? Ja, dat we hadden geen foto in AFC-shirt. Nee, maar wel een AFC-shirt. Dus dat is mooi, dat vind ik echt heel mooi. Ja. Wat is voor jou de meest impactvolle naam of geschiedenis die je hebt kunnen opdiepen? Kijk, het is een goede vraag. Maar even toen ik... die zaten wel eens stil met elkaar als wij de gebeurtenis hadden onderzocht. En kijk, er zijn hele, wat Joodse jongetjes betreft, hele jonge jongetjes tussen. Ja, zeker. Van 18 jaar en van 17 jaar. En als je daar achter gaat zoeken, dan kom je dus erachter dat bijvoorbeeld van zo'n jongetje 3 generaties of de hele familie vermoord is. Ja, en dan word je echt stil even, ja. Maar kijk, bijvoorbeeld, als je me het vraagt, het verhaal van Eddie Hamel, wat wel bekend is. Nou, toch maar even kort voor de luisteraars. Nou ja, het is goed dat je het even duidt. Eddie Hamel, kijk, dat is een heel bizar, eigenlijk, door de omstandigheden, daar gaan we weer. Want het is natuurlijk eigenlijk altijd
noodlot van het moment. Maar hij was dus in New York geboren. Ja. Zijn vader ging van Nederland naar New York. Moest een plooi zoeken. Kon daar niet aan de bak komen. En is teruggegaan. En Eddie, daar gaan we weer, speelde eerst bij AFC. Ja. Goed connectie tussen die twee clubs. Ja, precies. En AFC, maar ja, dat is wel grappig om te vertellen. En Ajax speelde dus in Oost naast elkaar. Ja. En Eddie die was heel behendig in met andere spelertjes om de bal tegen de kleedkamerruit van Ajax te schieten. Die daar aan Florida werden geschoten. En op een gegeven moment werd Eddie door de terreinknecht bij zijn lurven gepakt. En, kijk, dat zijn en die heeft hem even de sloot laten zien. of een paar klappen gegeven. Niet wetende dat Eddie later Belhamel een hele goede rechtsbuiten zou worden in Ajax. Waar die 122 wedstrijden 8 goals speelde en 8 goals gemaakt heeft. Ja. Maar afijn... Eddie die is nog trainer geworden. Ja. Hij moest stoppen wegens zijn knieblessure. Is nog trainer geworden, sportleraar. En op een gegeven moment is Eddie op straat opgepakt omdat hij de Jodenster niet droeg. Ja. Maar Eddie had ook nog nationaliteit. Dus hij was een Amerikaans staatsburger. Ja, dus dat is ook niet dat je dan zomaar opgepakt kunt worden en vastgezet kan worden. Ja, maar ja, hij had geen Jodenster bij zich. Dus hij werd met zijn hele gezin met twee... jongetjes, tweelingen waren dat van 5. Zo. Ja. Werd hij naar eerst via de Schouwburg, onze Schouwburg, waar de Joden werden. Is in de plantagebuurt, hè? Klopt. Naartoe gebracht als verzamelpunt. Voordat ze naar Westerbork werden getransporteerd. Ja. Zij even voor Amsterdammers weten waar de plantagebuurt is. Hè? Dus veel mensen in het land luisteren. In de buurt. Als je vroeger naar Ajax ging, dan kwam je er vaak langs. Ja. Met de tram. Moest je daar overstappen op lijn 9. Ja. Ja. En. Nou, toen kwamen ze in Westerbork aan en toen is hij in een aparte brak gezet om te gebruikt worden als krijgsgevangenen, zeg maar, om uit te wisselen met de Duitsers, Amerikaanse staatsburgers. Ja. En toen had zijn paspoort niet bij zich. Ja, wie had dat op dat moment? Ja. Dus hij kon niet aantonen dat hij Amerikaans staatsburger was. Ja. En toen is hij met het hele gezin op transport gezet naar Auschwitz. Ja. Zijn vrouw en tweeling zijn direct vergast, direct vermoord. En hij is daar te werk gesteld. Kreeg op een gegeven moment een absces. En zijn vriend Leon Greenman, met wie hij was, die zag dat hij in de verkeerde kant van de rij werd gezet. En die heeft hem nooit meer teruggezien. Dus die is vermoord in Auschwitz. Ja, dat zijn hele indringende verhalen. Dat was... Eigenlijk het eerste verhaal wat we hoorden over oorlogsslachtoffers, denk dat het 2001, 2002 of zo boven water kwam, stond in het Ajax magazine een artikel over. Eigenlijk is daar een beetje die kiem gelegd. Of het moeten er toch, statistisch moeten er meer slachtoffers geweest zijn. We hadden geen idee hoeveel. We dachten, nou, misschien kunnen we er 4 of 5 vinden. Dus dat we er 17 hebben, dat is al een behoorlijke oogst. Erger dan we dachten. Ja, want ik lees ook. En dan wie we nog niet gevonden hebben. Want dat zijn er ook nog. Ik weet maar dat is het eigenlijk wat het. We hebben er nog drie. Een lijst van 23, dacht ik. Ja. Van wie we toch vermoeden dat die ook nog wel eens lid van Ajax geweest zou kunnen zijn. Maar waar we het niet zeker van weten. Kijk, want in de club nu staat ook. Dat gaat eigenlijk gewoon door. Maar gaat dat voor jullie dus ook gewoon door? Of hoe zitten jullie daar nu in? Goede vraag. Ja. Om even een. Nou, op het ogenblik ben ik even voor het moment even uitgeoorlogd. Want nou ja, het misschien gaat wel, kan het gaat wel een beetje, later maar wel weer ik denk dat het later toch? Wel weer gaat kriebelen. Ja. Nou ja, Evert zegt uitgeoorlogd, maar ik kan wel onthullen dat wij op dit moment met een aantal personen bezig zijn. Ja. Waar wij toch weer aan het kijken zijn of zij op de plakketten thuis horen. Ja, dus gewoon ook weer leden met eigenlijk hetzelfde verhaal wat dan boven tafel komt. Ja, en dus ook, maar daar lopen wij zoals in het, en dat was het frustrerende, complexe van het onderzoek. Ja. Je loopt vaak vast omdat jij dus geen getuigen meer hebt van die tijd. We zijn eigenlijk 80 jaar later, we zijn eigenlijk te laat. We zijn er te laat mee eigenlijk. Ja, maar dat is inderdaad wel jammer, kun je niks meer aan doen. Maar als je dus... decennia eerder had gedaan, had je natuurlijk wat meer echte getuigen. We hebben nu bijvoorbeeld een foto van twee jongetjes. Ja. Van wie we heel graag willen weten wie het zijn. Maar Wel dus leden, zeg jij, van de club. Ja.
Okay. Mm-hmm. Ja, je zegt, waar er eigenlijk eerder moeten zijn. Het is niet zo dat we daar niet aan gedacht hebben. Nee. Ik heb toen in 1990 mijn eerste boek over de hele geschiedenis van Ajax. Ik dacht, nou, hoe zou het met de oorlog geweest zijn? Toen ben ik wel rondgevraagd. Er leeft nog aardig wat mensen die oorlog meegemaakt hebben bij Ajax. En ja, dan krijg je een paar anekdotes. Je krijgt wel wat verhalen, je krijgt wel wat. Maar over slachtoffers wilde eigenlijk niemand van zeggen. Iedereen schoof dat een beetje onder het vloekleed. Was dat niet een beetje de cultuur in Nederland? Hoe Nederlanders met de oorlog omgingen? Ja, maar ja, je hoorde toch altijd wel een verhaal van iemand. Maar bij Ajax is dat eigenlijk altijd... Als je erover begon, was dat zo lang geleden. Ja, vond ik altijd een zwak argument. Ook bijvoorbeeld meneer Schoenvaart of zo. Als je die dan tegenkwam in de meer en je vertelde. Precies, die wilde er gewoon niet over praten, klaar. Ja. En het blijkt later ook dat een neef van hem dus in die omgekomen is. Staat er dus een op de lijst al. Dus het lag al niet lekker bij hem natuurlijk. Dat snap ik ook wel. Ja. Maar ja, ik had het graag allemaal een beetje boven water willen krijgen. Toen al. Het was toen nog wat moeilijker omdat je had nog geen internet toen. Nee, exact. En dan had je overal fysiek achteraan gemoeten en alle documenten één voor één op moeten vragen. Dat is natuurlijk al oeverloos werk. Ja. Jij vertelt dat is nu een stuk makkelijker, maar we hebben dus wel een poging gedaan. Dus ik heb toen, niemand kon ook maar één naam noemen of niemand noemen. Dus ik heb toen moeten concluderen dat het dus kennelijk geen oorlogsslachtoffers waren. Nee. Jij vertelde net van, ik ben een beetje uitgeoorlogd, maar dat zeg je niet. Voor het moment even. Voor het moment even. Ja. Wat is het gevoel nu dat bij jullie is blijven hangen, zeg maar? Nu je deze toch mooie klus hebt gehad. 1 mei was het, hebben jullie dat... pakket kunnen onthullen. Dat was denk ik toch wel een mooie, indringende en indrukwekkende bijeenkomst. Ja, wat is, om bij Max te beginnen, wat blijft er nu bij jou hangen? Nog los van het feit dat je heel nieuwsgierig bent naar die twee jongetjes natuurlijk. Dus eigenlijk zou je dat alweer een vervolg willen geven. En nog meer waar we mee bezig zijn nu. Nou. Maar je kan beter zeggen, wat heeft het gedaan met je? Ja, voor mij is het een hele emotionele reis geweest. Ja, dat kan me heel goed voorstellen. Kijk, we hebben de 17 namen naar boven gebracht. En er is een Joods gezegde die zegt, als je naam niet meer genoemd wordt, dan ben je pas dood. Dus dat wij dit boven water gehaald hebben voor de club, voor de eeuwigheid van de club. Ja. Leden die net zoals wij gelachen en gehuild hebben met elkaar in de club. Uiteraard. Is dit het belangrijkste. En de plaquette hangt er op de toekomst. En ik hoop dat het, en ik heb het al gehoord dat het bij de Ajax-school gehanteerd wordt, dat dit in de educatie van de club wordt meegenomen. En zo moet het, hè? Heel goed. En zelfs voor iedere lid of werknemer dit bij intro wordt genoemd, want dit is zeker een onderdeel van onze historie van de club. Ja, mooi. En ik heb het een eer gevonden om te doen. Ja. En het is een bijzonder monument. Zo. Evert, wat heeft het met jou zo gedaan? En wat, ik ben er iets minder emotioneel onder dan Max natuurlijk. Hoewel je bij sommige verhalen ook wel wat moet wegslikken, hoor. Ja. Maar ik vond die onthulling inderdaad wel ik geloof dat iedereen het wel mooi vond. Het is ook vrij sober. Als je de plaquette ook ziet, hij is vrij sober. Hij hangt daar. Er was ook geen pers bij. Nee. Volgend jaar wordt er... Wat elk jaar gaan we wat doen. Ja. Om een bloemetje leggen. En dan komt er waarschijnlijk wel pers bij. Maar ik vond juist wel dat er geen pers bij was, vond ik wel mooi. Het is toch iets van, wij zijn Ajax, we hebben een plaquette en we hebben eigenlijk verder niemand bij nodig. Ja, je hoeft er niet helemaal niet de patje mee uit te hangen, maar het is wel belangrijk of zo. Nee, dat vind ik ook. Je moet niet de indruk wekken dat je er de show mee wil maken, want er is het niet voor. Het is er om die mensen, die namen, toch nog even te noemen. Ja, zeker. Weet je, en dat ze er toch nog een beetje zijn. Ja. Heel goed. Maar ja, er waren ook nabestaanden bij de ontroering. Ja. Uiteraard. Ja. En dat Evert en ik hebben daar reacties van gehad. En we hebben ons eigenlijk niet gerealiseerd, ook mensen binnen Ajax die naar ons toegekomen zijn, wat voor impact we teweeg gebracht hebben. Ja, en dat denk ik ook. Ik wil jullie ook eigenlijk enorm complimenteren met al het werk wat jullie hebben gedaan. Dankjewel. En dat jullie echt zo ver zijn gekomen. Want het is niet te onderschatten wat voor klus dat is. En wat je zei, monnikenwerk, zo is dat ook. 3 jaar lang. Ja, en het is echt ongelooflijk goed dat jullie mensen en gezichten gewoon uit de vergetelheid nu wel in herinnering hebben terug kunnen brengen. Dat is helemaal goed. Ik denk dat het ook wel mooi is, Max, als jij dat fijn vindt ook om te doen, dat we gewoon die namen even noemen met
ook wat gegevens daarbij. Ja. Ik ga jullie eerst even heel hartelijk bedanken voor deze podcast. Of jullie, hebben, nou, zijn we iets vergeten? Dat is altijd een vast ding. Ja, zijn we iets vergeten? Voordat Max afsluit, wie er luistert weet natuurlijk ook niet. Maar als er iemand is die hij wacht, ik ken ook nog een verhaal. Mijn oma Henk heeft bedoel. Je weet het maar nooit. Reageer, je weet het. Zelfs klein details kunnen je ineens ergens opzetten. En, ja. Redactie@svajax.nl, dus, zeg ik even. Redactie@svajax.nl. Dan sturen wij dit gewoon door naar de mannen van het erfgoed van Ajax. En dan komt het vast goed. Dus mocht je iets weten, ook uit je familie, of iets gehoord hebben wat te maken heeft met Ajax en een voetballend lid, of misschien wel een werkend lid heet het volgens mij. Hè? Ja. Dus anderszins, donateur misschien ook. Ja. Stuur vooral een mail, want dan zorgen wij dat het op de juiste plek terechtkomt. Ja, ja, ook, ook als, daar hopen we nog altijd op, als er iets op zolder ligt van documenten, ledenlijsten, contributielijsten, wat dan ook, als je die hebt, daar zouden we heel blij mee zijn. Ja, foto's natuurlijk. Foto's, heel goed. Ontbrekende foto's. Allemaal mooi. Heel goed. Wil ik Max toch even het podium geven? We sluiten hem hierna ook meteen af, luisteraars. Bedankt weer voor het luisteren. Indrukwekkend onderwerp. Maar goed dat het nu ook even verteld is op deze manier en in de podcast, denk ik. Dankjewel. En graag gedaan. Max, aan jou het woord. Ja. Ik zal nu de lijst van de leden van Ajax die vermoord en omgekomen zijn in de Tweede Wereldoorlog voordragen. En dat is de naam en de bereikte leeftijd. Cornelis Arendsen, 46 jaar. Karl Marcel Kosman, 18 jaar. Jozef Abraham Davidson, 52 jaar. Isidor Maurits Dresden, 32 jaar. Philip Feitsma, 41 jaar. Jozef de Haan, 25 jaar. Edward Hamel, 40 jaar. Abraham Heijman, 23 jaar. Christoph Christian Holst, 58 jaar. Maurits de Hond, 18 jaar. Evert Willem Levendig, 22 jaar. Ezekiel Luza, 17 jaar. Gerrit Nieuwkamp, 25 jaar. Anthony Renes, 39 jaar. Siegfried Rosenberg, 54 jaar. Henry Jacobus Schoefaert, 28 jaar. Jacobus van der Velde, 20 jaar. Voor eeuwig in herinnering. Max, Evert, dank jullie wel. Nope.